Welkom in Procast. Alweer. Zeg dat wat blijer. De Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek dit keer Jurre. Samen met Dinant van WDM 2023 Hints op Instagram. Kim Coré van Kim Coré. En Arjan van Mollenjagers op Instagram. Yay. Hebben we er nog zin in? Hebben we er nog zin in? Dit is mijn aflevering. Dit en er zit ook iemand hier vol in de Jurre-tunnel. Dus dit was vanaf drie afleveringen geleden. Dan heb jij voor ons vast wel een hint in aflevering 1. Ik ga mijn mond dicht houden, oké Kim? Spreek ik nou met jou al? Spreek. Ik drink aflevering... lekker mijn bak koffie en ik luister heel goed naar je. Ga jij lekker je bak koffie drinken? In aflevering 1 zat ik nog op Nabil. Dus ik heb eigenlijk pas vanaf rond aflevering 8 wat dingetjes. Op het moment dat Nabil eruit is gegaan, ben ik eigenlijk pas in de Jurre-tunnel gestapt. Oké. Okay. Nou ja, ik heb helemaal niks gepost. Er zat ook nog een soja-uitstapje tussen, toch? Zei je? Er zat ook nog een soja-uitstapje tussen, als het goed is. Ja, het was een kleine afwijking. Ja. Ik krijg allemaal hints. Ik heb alleen maar hints over Danio ook in het begin al. Ja. En die bespreken we dadelijk pas. Ja, nou, we hebben in ieder geval een molactie in aflevering 1. En dat is dat Jurre natuurlijk afgaat. Ja. Hij zong extra zacht, zei hij ook in zijn biecht. Oh ja. Weet je hier nog? Hij zei zo van... En hij kreeg ook drie kopjes op zijn schaaf. Ik ging extra zacht zingen, want misschien hoorde hij me dan niet, het jurylid. Nee, dat was Sander. Nee, dat was inderdaad Sander. Dat was niet Jurre. Arjan kijkt helemaal... Maar toch was Jurre er toen uitgepikt. Klopt. Wat ik een hele sterke vond is dat Jurre zei... het staat in de sterren geschreven dat ik de molkandidaat ben. En het is nog een keer in de aflevering teruggekomen dat hij hierop terugkomt. En in een latere aflevering, ik weet even niet meer wanneer... maar toen zei hij eigenlijk letterlijk hetzelfde, alleen op een andere manier. Dat vond ik zelf alweer een sterke verwijzing naar zijn mollicitatie. Ja, dus een goede verbinding met zijn mollicitatie. Ja, maar dat was weer een latere aflevering, dus niet echt een verbinding. Nee, het is gewoon denk ik meer een grapje wat Jurre dan maakt. En waar hij gewoon goed in is wel. Die soort dingen. En ik denk hij is best wel een slimme mol, als hij de mol zou zijn. Is. Klopt. Sorry, ik moet even wennen. Ik ben ook nog even aan het kijken naar mijn eigen hints terug. En in aflevering 1, Gulden Middenweg, dat was de opdracht met de kisten. Daarin zit Jurre in de groene kist. Zou natuurlijk kunnen leiden, groen, de mol. De mol gaat altijd door. Ja, daar zit ook een verbinding in. Ook gaat hij samen met Sarah als eerste uit de kist. Dit lijkt natuurlijk een enorme kandidatenactie, want je verdient geld. Maar hierdoor kan je de andere kandidaten niet meer helpen om uit de kist te raken. Waardoor je dus eigenlijk een, zoals ik zelf altijd zeg, 99% kandidaat bent. Heel hard je best doen geld verdienen, maar daardoor simpelweg ook iets klein beetje in de opdracht saboteren. Ja, zeker. En hij heeft dus daarbij door de kisten goed te verbinden geld verdiend. Zeker. Precies. Ja, en hij kwam er ook wel heel erg verdacht snel uit, hè? Klopt. Ja, klopt. Mijn molzicht was 10% in de aflevering 1 op Jurre. Ja, ik had volgens mij ook in aflevering 1 gezegd dat Jurre bij mij in één keer gestegen is naar de top 3, omdat ik hem verdacht vond. Klopt. Ik vertrouwde hem niet, zei ik duidelijk. En dat was mede door wat Kim nu zei net. Ik vond hem verdacht in die kisten. Hij zat in kist groen. Hij kwam er sneller uit. Sarah verdacht natuurlijk. Zat met Jurre opgesloten. Sarah valt af. Ja. Kan allemaal hele mooie verwijzingen zijn dat waarom Sarah af is gevallen. Want ja, Sarah gaat geen vragen op zichzelf invullen. Dan automatisch. Kijk, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben even mijn telefoon goed aan het positioneren. Zodat ik gaat over Jurre hoor. Ik ga het over Daniel. Ja, maar ik ben even aan het kijken naar mijn hints en dan kan ik ook naar jullie kijken, maar mijn telefoon staat niet lekker naast mijn laptop. Dus sorry, ik zou nog een keer over Jurre praten en je onderbreekt me. Hey, ik was stil dat jij het over Jurre had. Dus... Grapje. Nee, maar in ieder geval, daar steeg Jurre zeker bij mij op een hoog in het lijstje. En ik vond hem ook heel verdacht met hoe hij binnenkwam.
hoe hij zijn pokerface speelde. Hij deed het zo opvallend dat ik hem eigenlijk een beetje afstreepte. En toen dacht ik ook, wat zou ik nou doen? En dan verplaats ik me even naar de rol als mol. En ik krijg zoiets te horen aan mijn telefoon. Dan denk ik dat ik hetzelfde toneelstukje zou opspelen als Jurre. Want dan lijk je een kandidaat, maar je bent eigenlijk de mol. Ja. Ja. Gaan we door naar aflevering 2? Aflevering 2. Ik denk dat we nog even de toonaangevend moeten doen, toch? In het koor, waar hij afging. Dat hebben we toch al over gehad. Het naambordje van de mol. Hij kreeg ook nog 3 kloppen. Het naambordje zo opvallend voor zich hield. Van de mol. Oh, en dat hij in de lucht. En dat hij daar aardig toonaangevend is, weet je wel, op dat moment. Ja, en hij kreeg van Rick, volgens Guido kreeg hij 3 kloppen, maar ik zag er zelf echt maar 2. Hij kreeg 2 kloppen op zijn schouder. 3? Echt 3? Hij werd aangetikt en toen nog 2 achter elkaar. M-O-L. Nee. M-O-L. Nee. De derde envelop was zijn bedrag. Oh ja, dat was vanaf hoog of laag. Ja. Ja. Dat is trouwens best wel sterk. Ja, ik vind deze ook heel sterk, want dit is ook wat in de Mol België, sorry dat we even een uitstapje maken, maar in de Mol België ook gebeurt. Want in de Mol België wordt het alfabet wel eens omgedraaid en zo wordt er ook een verwijzing gegeven aan de Mol, hoe de Mol had kunnen weten in welke groepjes zijn ingedeeld. Ja. En dan draaien ze gewoon de Anke bijvoorbeeld om met Aniek en dan als Soy met Daniel zit, dan zegt hij eerst Soy en Daniel. En dan weet de Mol, oké. Bij Soy en Daniel is er gemold. Die zijn voor een proefvraag gegaan. Voor een joker. En de anderen zijn voor geld gegaan. Ja. Dus dat kan een hele leuke verwijzing zijn hoe de makers de mol informeren. Goeie. Ja. Voor de rest heb ik in aflevering 2 helemaal niks over hier. Ja, hij maakt foto's verkeerd om. Ja, hij zat ook in koop. Sorry. De prop shop. Was dat natuurlijk. Ja. En daarin was hij natuurlijk heel erg apart met de foto's maken door horizontaal, verticaal, ja, verkeerd te doen. Waardoor de mensen die de kunstbeelden, zeg maar, die, ja, de muurschilderingen uiteindelijk moesten zoeken, natuurlijk een extra moeilijkheidsgraad hadden. Dat was denk ik eigenlijk wel een van de enigste dingen die ik zag. Ja, ik zeg ook, misschien is het net iets te opvallend. En Jan Verzeegje actie. Ja. Ja, wat het versterkt is natuurlijk dat hij zijn post ook omdraaide op zijn Instagram story. Ja. Klopt. Zeker. Maar voor de rest zat ik toen vooral in een Soy en Nabil tunnel. Dus ik heb ook niet zo heel veel gevonden. Heb jij nooit dan teruggekeken naar de rand? Toen je in de Jurre tunnel zat? Ik kan je eerlijk zeggen, ik heb daar zo geen tijd voor. Ik ben blij dat ik nu even tijd voor jullie heb. Maar ik heb het zo druk. Oké. Okay. Herkenbaar. Maar kijk, ik maak voor sommige dingen tijd, hè? Herkenbaar. Jurre werd in aflevering 2 door mij 18% verdacht door Molzicht. Dat is best veel al. Toen hadden we Spelbreker. Schip, het woordje schip. Is een heel gek shot wat in de montage zit natuurlijk. Hij doet zeg maar een beetje zo, doet hij zo en ineens schip en dan ineens knip. Ja, en hij lijkt ook, zeg maar, Daniel zegt natuurlijk eerst schip. En daarna gaat Jurre het nog een keer herhalen. Met de eerste rijk van een ander, noem ik dat dan altijd maar. En dat is natuurlijk wat een mol doet, want je weet dat het antwoord al goed gedaan is. En als je dan laat lijken dat het vanuit jou komt, dan lijkt je natuurlijk niet meer verdacht. Wat je dan weer juist verdacht moet vinden in Wie is de Mol. Ja. Heeft Arjen daar nog iets op toe te voegen? Nee, dat mag je straks vertellen bij de Daniel. Nee, ik heb hier weinig aan toe te voegen, want het kan zomaar kloppen wat die Kim zegt. Ja. Logisch. Dan gaan we ineens door naar het opdrachtje met die woorden verzinnen voor elkaar in duo's. Ja. Ja. Ja, model. Ja. Is een anagram voor de mol. Jurre en Aniek verzonnen samen dit woord. Dus anagram voor de mol. En Jurre fluisterde alles in, hè? Dat vond ik ook wel een beetje verdacht. Aniek die verzon bijna nooit de woorden. Het was bijna alle woorden die verzonnen werden, werden door Jurre verzonnen. En dat vond ik zelf wel een heel verdachte situatie. Ja, klopt. Heb je helemaal gelijk in.
Ik heb ook nog even het lijstje met die woorden onder elkaar gezet. Ik had niet van alle woorden zeg maar duidelijk hadden gekregen van wat nou de betekenis waren. Maar je kon wel een beetje dingen afleiden. Bijvoorbeeld vliegtuig zou op zooi kunnen vallen, want hij heeft meegedaan met het hoogvliegersprogramma. En zo kwam molafspraak blind date bij Jurre met spuiten en slikken. Maar molafspraak, Jurre, de mol, het zou een kleine verborgen hint kunnen zijn. Ja. Ja, vind ik wel scherp. Ja, scherp. Scherp, scherp, scherp. En waar zijn we nu dan, Kim? Heb je nog wat meer hints over de teams? Ja, ik ben even aan het kijken, maar ik zie overal in mijn lijstje zooi staan. En dus ik moet echt filteren naar Jurre. Maar volgens mij had ik niet zo heel veel voor Jurre toen. Nee, ik ook niet. Mijn mol zegt 12% in aflevering 3. Zo. Ja, het enige wat me een beetje afstoot bij deze opdracht, is dat ze wel heel veel geld in de pot speelden, Jurre en Annie. Ja. Klopt. Ja, maar met het schip, want dat was ook in deze aflevering, toch? Ja. Nee, ik bedoelde bij die vragen. Ja, ja, ja. Maar, hoe heet dat? Maar het schip speelt in het schip 2000 hebben ze wel, gewoon voor de jokers gekozen en niet voor de 2000 euro in de pot. Ja, ja, zeg je goed. Zoals Soy overal op TikTok zegt, 2000 euro in de pot was de afspraak. Ja, dat is helemaal viral. Ja. Ja, zeg je goed. Zeg je goed. Ja. Die lijkt je dan weer de kandidaat, de ideale kandidaat, terwijl hij eigenlijk gewoon aan het mollen is. Ja, klopt. Mm-hmm. Klopt. Aflevering 4. Zou Jurre de band hebben lek geprikt? Nee. Hij heeft wel de envelop opengemaakt, bovenop de berg. Ja, ja. Heel snel. Heel erg snel, wilde heel snel door. Kom op, en door jongens, en door. En we missen nog een klein stukje voordat hij die envelop openmaakte. Jurre zag dat vliegtuig al. En waarschuwde de rest van de groep niet dat hij het vliegtuig zag. Hij liet het vliegtuig eerst nog een keer een rondje vliegen. En dat vond ik zelf een hele verdachte situatie van Jurre, want dat doet de mol. Ja, Jurre keek volgens mij ook als eerst daarheen. Mm-hmm. Zo heb je tijd verliest natuurlijk, en het vliegtuig kwam al een beetje laat aan. Klopt. Dus ja, iedere seconde die je daar kan winnen. En dat je dan vooruit loopt te pushen dat je toch die eend naar boven wil hebben. Want ja, je weet dat de groep gewoon gefrustreerd is. Want die wil die eend gewoon naar boven hebben. Klopt. Ja, en dat vond ik wel heel scherp wat Jurre daar deed. En speelde die daar mooi op in. Ja. Dan hebben we nu... Daarvoor heb je nog de opdracht met het doolhof. En met de bakbonnen. Oh ja. Volgens mij heeft hij daar ook vrij weinig gedaan. Hij heeft zich niet heel erg ingezet. Is hij uiteindelijk ook gepakt door de tegenstander. Ik weet niet precies of hij nou nog geld in zijn handen had. Jawel. Ja. Ja. Geld van Nabil kreeg. Van Nabil toen, zeg maar. Precies. Daar heeft hij dus ook dat... En dan gaat hij dus ook de anderen de schuld geven van... Ja, maar jullie hebben me niet goed de weg gewezen. Nou ja, als je gewoon weet hoe je moet lopen. Je hebt dat doolhof al 3 keer misschien al gezien nu. En Soy is niet de mol. Want Soy had de portefeuille vast. Ja, maar Soy zit er ook niet meer in. Nee, dat zei ik ook. Soy is niet de mol. Ja, daarom. Ja, dus dan kan het alleen maar Jurre zijn die dat zelf heeft verzonnen. Precies. Want waarom zou je als kandidaat een andere kandidaat de verkeerde kant op sturen? Mm-hmm. Niet nodig. Toen had ik nog de post met de titels richting Jurre. Verbinding. Jurre maakte juist een verbinding tussen de kisten waardoor er geld wordt verdiend. Kunstgreep. Jurre maakt de foto's in de props op een verticale manier. Spelbreker. Jurre kiest samen met Daniel en Soy ervoor om voor 3 jokers te gaan. Ze verbreken de afspraak. En dan heb je 4 weglopen. Jurre loopt als enige weg bij Rick na de test. Ja. Zijn ijzersterke titelhints. Ja. En meerdere ook in 1 aflevering. Dan heb ik ook nog iets, een toevoeging over Spelbreker, die titel. Jurre breekt als enige met zijn handen het ijs, in plaats van met een pikhouwwiel. Dat is ook te zien in een shotje. Toen had je Bad vol geluk. Dat was een seamhint over dat in dit wereld draait door al 6 jaar lang in uitzendingen bad eendjes verstopt waren. En wie had hier een eigen stukje in? Dan was vaak de gast. Jurre geluk. En Guus geluk. En Guus geluk. En Guus geluk is ook een badeend. Nou ja, geen badeend, een gans, volgens mij. Ja, en nog even terug naar het schip. Op het schip vond ik hem ook een beetje bedacht, omdat Daniel aanstuurde om naar boven toe te gaan. Gelijk in de eerste 10 seconden. En dat Jurre dat eigenlijk een beetje tegensprak.
Ja. En de andere kant van het Schiphol wou gaan, wist Jurre hier met voorkennis dat die ijsblokken daar lagen en wou niet dat ze het zo snel werd gevonden. Ja, ja, ja. Goeie. Goeie. Bij molzicht zegt op dat moment 30% verdacht. In tegenstelling tot Daniel 32% en Ranomi 11%. Dan hebben we alweer... Aflevering 5. Aflevering 5. Nee, nog één keer terug naar het schip, want daar even is nog... Het schip. Dat is aflevering 3. Ja, dat 3. Is nog iets. Soy die zoekt naar jokers bij de hospitalkamer. En nou, we weten dat Soy eruit is, dus dat was dus duidelijk dat hij daar naar jokers op zoek was. Maar Daniel liep de andere kamer in. En ja. Kon daar ook wel eens op zoek zijn naar jokers zijn geweest. De enige die niet naar jokers zocht en die zich fixeerde op het kistje, was zijn grote vriend Jurre. Ja, en hij heeft natuurlijk niet per se jokers nodig. Nee. Ja. Tenzij het aan het eind van de aflevering is om er geld uit de pot te spelen. In ieder geval, dat is natuurlijk belangrijk. Zeker. De mol zou daar niet zomaar aan denken. Maar we gaan het dadelijk pas over Daniel hebben. Dus daar wil ik het nou nog niet even over hebben. Ik verwijs nou alleen naar Jurre. Maar Jurre is hier wel verdacht. Klopt. Ja. Klopt. Ja, aflevering 5. Bad eentje 5. Jurre had een soort gevogelde iets op zijn shirt zitten. Een eentje in zijn eentje. Het was eigenlijk een tweetie, maar... Ja. Een eentje dat aan de lucht is gevallen. Precies. Portretten. Jurre spreekt een artist aan die portretten schildert. En daarnaast portretteert hij zichzelf aan Anke en Daniel. Geel shirt, witte broek. Ja. Dan heb je de... Aflevering 6 al, tenzij Kim nog iets over aflevering 5 heeft. Ik ben aan het kijken, want ik zie wel dingen. Dingen? Ja, want dat was natuurlijk met die kistjes, met dat geld, dat Soy en Nabil in moesten zetten. En Soy die heeft natuurlijk een heel raar gesprek met Jurre toen gehad, van als je voor het geld kiest, dan krijg je jokers. En Jurre kon daar heel goed uiteindelijk aan het eind... slachtoffer inspelen, omdat hij zeg maar, sorry, je hebt niet helemaal de waarheid verteld, waardoor hij dus voor de jokers is gegaan en dus geen geld heeft verdiend. Lekker slachtoffer spelen, lijkt jij niet verdacht. Precies. Die vond ik opvallend, maar ook, het is een soort van, het is niet echt een mol hint of zo, ik weet niet hoe ik hem kan plaatsen, maar je had dan... die opdracht met die dat ze in dat huis waren, dat haunted house met die Katie was dat volgens mij. Ja. En Jurre zegt dat hij enorm bang is. Heel veel mensen die zaten nog te twijfelen van is hij nou echt bang? Nou ja, ik heb een beetje onderzocht en hij heeft, want het zou best wel een goede smoes kunnen zijn om naar buiten te gaan om die morsecode te kunnen saboteren uiteindelijk, waardoor je dus iemand later in het spel weer buiten het spel kon zetten. Maar Jurre is oprecht heel erg bang voor spooky dingen. Ik heb in een interview bij de Kids Week heeft hij dit verteld. Dus ja, hij zou natuurlijk zijn angst een beetje mee kunnen gebruiken. Maar ergens vind ik het ook wel weer een hele logische verklaring dat hij naar buiten wou en niet in het huis wou blijven. Ja, ja, ja. En nog een hele sterke hint in deze aflevering is dat je drie keer de naam van, hoe heet ze ook alweer, die vrouw? Katie noemde, dan zou er iets gaan gebeuren. En wie noemt nou drie keer de naam van Jurre? Rick. Zou ook een goeie kunnen zijn, inderdaad. Goeie. Die dat vind ik een hele sterke hint, waardoor ik, die vind ik heel gevaarlijk. Ja, ja. Mm-hmm. Aflevering 6? Ja. Met de kerkgangers. Even nog één iets. Waar was Daniel... Arjan, stap even uit die tunnel. Jurre. Waar was Jurre op afgebeeld? Barman, volgens mij. Kunnen we daar nog iets mee? De mol houdt wel van een feestje of zo. Ja, misschien een link naar de klavertjes of zo. Dat die in latere aflevering dat ze daar in de bar zitten en dat het klavertje 4 daar staat of zo. Ja, maar ik denk dus dat klavertje 4 met die glaasjes, dat is misschien hoe het restaurant het gewoon serveert. Ja, dat is niet zo eerlijk. Ja. Daar ben ik dan ook in mijn Jurre-tunnel heel eerlijk in. Ja, ja. Het is wel een leuke. Kunnen we niks met barman? Want er moet toch iets achter die protetten zitten? Er zit in mijn... Zou kunnen. Zeg dat iets...
zegt dat er iets zit achter die portretten waarom ze af zijn gebeeld als dat soort persoon. Maar dat was toch met de plekken waar de morsecode zou kunnen gevonden worden? Renomi die was iets met een trein, dus dat was in de buurt van het trein dingetje. Ja. Volgens mij was dat gewoon de hint. Ik vind het gewoon mooi als daar ook iets achter zit. Snap je wat ik bedoel? Het zou wel een leuke dubbele laag hint zijn. En wat stond er achter op het portret van Jurre? Dat was iets met de coördinaten van het plek waar ze Rick moesten ontmoeten. Het speelgeld is bij Nabil en Soy? Of zoiets? Ja, zoiets was het. Het speelgeld van Nabil en Soy is in de roze kerk. Ik was even weg. Ja, is in de roze kerk. Dat was het. Is het dan, was het niet Nabil en Soy wat er achterop stond? Dan is het wel een hele sterke natuurlijk. Ik heb het niet gekeken. Ja. Maar stel het was Nabil en Soy. Zijn natuurlijk wel de beide afvallers. Klopt. Dus leuk als iemand dit nog een keer terugkijkt. Want het is te zien. Even terugkijken. Ja. En over die koffers. Jurre pakte ook een laag koffer. Waardoor hij ook sowieso... Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik kan jullie niet meer horen. ...van uit kon halen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Gewoon opeens hoor ik jullie niet meer. En nu kan ik helemaal niks meer horen. Ik Daniel weet niet of jullie mij nog kunnen horen. Ik snap maar... Maar ik mag er niet over praten, want je zit over Jurre te praten. Hoor je ons echt niet? Ik hoor oprecht helemaal niks meer en er is niks gekoppeld aan mijn telefoon. Dus ik ga even kijken of ik via mijn laptop kan ik joinen. Ik noem jouw naam niet. Ik noem het gewoon niet. Noem maar niet, ik Arjan. Ik noem het niet. Mensen, vul het allemaal maar lekker in, maar ik snap de reden. Maar ja, Jurre die koos natuurlijk voor een laag koffertje, waardoor hij dat geld in aflevering 5-6... aan het einde niet heeft verdiend. En ook tegen Anke nog zei van kies de joker, want anders krijgen we een joker. Klopt. Dankjewel. Zij houdt ook het geld van Anke eruit. Precies. Ik ben hier, jongens. Hoor je ons? Dankjewel. Ik hoor jullie nu wel. Dankjewel, Daniel. Hé, je mocht de naam niet zeggen. Oh, sorry. We waren bezig met Jurre. Mijn beeld is wat minder, maar ik hoop dat mijn audio nog oké is. Maar ik weet niet wat er gebeurde. Mijn telefoon die had er geen zin meer in, dus... Prima. Ik snap er echt helemaal niks van. We gaan eventjes naar aflevering 6 met de kerkgangers. Was dat aflevering 6? Ik weet het niet meer. Ja, was aflevering 6. De porto viel bij Daniel viel die uit. Omdat iemand anders het knopje in had gedrukt. En het lijkt heel erg te zien alsof Daniel dat juist niet doet. En dat juist Anke of Jurre dat doet. En Anke is eruit. Dus dan heb je Jurre over. Die de knopjes inhield tijdens de portofone. Ja. En er stond ook bij een van de stoelen een van de personen. Geel shirt. Zwarte broek of wit. Klopt. Of zo. Klopt. En dat was wat Jurre aan had. En Anke kan dat niet gezegd hebben. Nee, klopt. Maar de kerkopdracht was toch tegelijkertijd met de aflevering dat ze dat Nabil en Jurre apart zaten. Dus zitten we nu weer terug in aflevering 5? Nee. Ja. Nee. Ja, aflevering 6. Aflevering 6 begint met de roadtrip. Ja. Juist. Je hebt gelijk. Want dat aflevering was die saaie 5. Aflevering 5 dus nu. Sorry, wie is de mol dat die saai was? Vlak voordat ik wegging... Hebben we aflevering 6. We zitten nu bij aflevering 6 en het begon bij de roadtrip. Ik heb een lijstje bijgepakt, dus vandaar dat ik het weer weet. Ja, aflevering 6 dus, oké. er stond natuurlijk Ik Ben onder die portretten. Ja, kunnen we daar nog iets mee? Nee. Het is geen Spaans voor Soy dus. Nee, precies. Ik ben Toen een barman. Ging mijn molzicht ineens 41% Jurre verdenken. Op hetzelfde niveau als Daniel. Toen ging naar aflevering 7. En daar ging ook Jurre ging onder de grond. Kippen we heel 6? Nou ja, ik heb niet meer van 6 over Jurre. Ging 6 onder de grond. Volgens mij... Ik zag net Jurre staan. Maar waar heb ik hem nou? Jurre... dit was die upsail opdracht ook, volgens mij. Nee, Absaal niet. Met die vliegen... Paraglide. Nee, sorry. Ik zit iets te ver. Je had die kisten, de eliminatiestoelen dat ze moesten kopen. Juist, ja. En die eigenlijk altijd voor zichzelf zagen we in het seizoen.
Maar nu opeens vond hij dat Renomi wel iets mocht, omdat ze nog niks had gehad. Met misschien gedacht in zijn hoofd, dit is een eliminatiestoel, dus die zou ik helemaal niet willen. Ja. Ook nog wel een leuke. Maar goeie. Je kan denken. Goeie. Voor de rest zat ik lekker in mijn Nabil-tunnel. Die eindigde in aflevering 6. Dan gaan we nu wel naar aflevering 6. En ik vond dat Jurre in deze aflevering met de eieren eigenlijk ook wel heeft gezorgd dat er weinig geld in de pot komt. Ja. In zijn groep gingen zelfs 1000 uit. Ja, klopt. Zeker. En volgens mij stond hij, zijn hoofd onder de grond stond bij hun groepje het in een W. En als je je hoofd onder de grond steekt, dan is dat weer net andersom. En dan krijg je... Nee, bij hen zat het in M, Dino. Oh. Ja? Ja. Ja. Dat is niet omgedraaide psychologie. Okay. Ja, klopt. Aflevering 7? Dat Jure ging... Nee, ik denk ook nog dat je even moet aanvullen dat... De mol pakte daar geen stoel, hè? Dus Jurre pakte daar... Dat bedoelde jij net, Kim? Ja, met dat hij Renomi wel iets gunde, maar zelf uiteindelijk niet die eliminatiestoel pakte. Ja. Maar zelf nog aanhaalde van Renomi, jij wou nog 2 keer voor jezelf gaan, weet je wel? Dus de nadruk er nog eens even op te leggen. En dat vond ik zelf wel weer een verdachte uitspraak wat de mol kan doen. Ja. En dat zijn maar die dingetjes, daar kijk ik graag naar. Mm-hmm. En waarom zou iemand zo'n uitspraak maken? En dat is alleen maar als je voorkennis hebt. En daarin vind ik ook wel weer de reactie, als Daniel en Jurre daar buiten staan, vind ik Jurre ook wel weer een beetje een overdreven reactie geven. Of hij het al wist, weet je wel. Ja, ja, ja. Beetje overdreven. Mm-hmm. Juist, ja. Aflevering 7. Aflevering 7. Begon met powerkleiden. Dat was toch de roadtrip? Nee, dat was aflevering 6. Aflevering 7 is met vakken, waar hij voor een joker koos. Waar gaan we nu heen dan? We gaan nu naar het powerkleiden. Maar dan hebben we heel de roadtrip voorbij gegaan, toch? Nee, daar hebben we net over gehad. Daar hebben we het net over gehad. Dat is net. Oh. Die kisten en die eieren. Jongens, ik ben niet meer wakker. Het is ook al zo laat, maar ik sta ook in de tijd. Ja, maar even serieus. Okay. Jongens, we gaan naar aflevering 7. Maar we hebben die M en die W nog niet. We hebben die M en de W nog niet besproken. Dat zit wel op. Jongens, ik ben niet wakker. Deze man heeft een lange podcast zitten luisteren vandaag. En Leidensweg? Ja, hey, dit is voor jou een Leidensweg. Nee, maar Jurre heeft geen leider meer, omdat hij de eliminatie heeft ontweken. Die hebben we nog niet gehad, dus daar mag jij nu op. Leidensweg. Nou, de afleveringstitel was Leidensweg, vraagteken. Doordat Daniel en Jurre geen kist met hun naam erop mee hebben meegenomen naar de eliminatie, ontweken ze de eliminatie. Is er hiermee een Leidenweg? En dus een van deze tweede mol. En Kim is ook de mol, want die breekt bijna haar hele bureau af. Nee, een van deze twee is Jurre hier de mol. Ik stoot een elektrische bordje tegen die telefoon aan. Oh, leuk. Doe hem de groetjes. Ja, wil jij nog wat zeggen tegen de mol? Nee, dank je. Een letterlijke Leidensweg is hier gegaan op dit moment in de podcast. Ja, dat ook. Ja, 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 ja. Ja. Leiden. Aflevering 7. Doe maar, ja. Beter. Aflevering 7. Klopt. Huh? Ik snap er helemaal niks meer van. Aflevering 7, dat was met uitvlakken. Dat was Powerglider. Ja, Jurre pakte daar de joker. Ja. Maar en daardoor voor komt hij dat niet het volledige bedrag meer verdiend kon. Ja. Dus daar was het thuissturen weg. Klopt. Iedereen die zegt altijd, iedereen zei daar dat Daniel aan het saboteren was, omdat hij niet op de 2000 stap ging zitten. Maar er was ook afgesproken dat niemand naar die één joker ging. En dat is natuurlijk wel weer heel erg raar dat Jurre denkt, dan ga ik daar lekker naartoe. Let's go. Inderdaad. Daarnaast ging hij bij die opdracht dat ze alles voor zichzelf moesten doen, ging hij graven door het zand heen. En wat doet de mol? Ja. Graven. En daarnaast kijkt hij met een blik richting de camera. Mag ik zeggen dat ik deze gewoon slecht vind? Maar wat wel goed is in die opdracht, is hij maakt niet zijn hele code af. De code bestaat namelijk uit 4 cijfers. Het is een 4, een 3, een 9 en een 7.
En ja. Jurre die lost de 4 nooit op, terwijl dit het makkelijkste cijfer is met de kortste instructies. Waarom doe je die lange wel? Het leek net alsof hij een soort van voorkennis had. Ik weet niet of we nog wat kunnen met die cijfers. De code van Jurre was uiteindelijk 4793. Ja. Dus ik denk dat jullie er nog een hint uit kunnen halen. 4793. Kom straks. Dat denk ik niet nog. Dat dan komt wel bij Daniel, denk ik. Ja, die komt straks. Dan had je de molafspraak. Straks. Dan had je de molafspraak. Ja. Met Jurre en dus de mol. Wat Jurre hier heel goed had kunnen doen, is zodra de mol zei, er staan hints op de biljetten, dat Jurre had gezegd, oké, ik stop hier, bedankt voor de informatie. Loop terug naar het hotel en vraag aan iemand van de receptie of iemand in de omgeving, kan je deze zin even voor mij vertalen? Want de mol heb je niet nodig voor het vertalen, je hebt de mol nodig om de hint te krijgen, waar is dat molgeld nou zo belangrijk voor? Ja. Dus ik vond het heel apart dat Jurre dus zoveel geld heeft ingezet. En dus die 600 niet, waar dus zijn hints dus nog op staan. Waarom heeft hij dat niet aan iemand anders kunnen vragen? Want dan heb je nog steeds het geld en al je informatie. Ja, goeie. Dus dat vond ik nog wel een aparte van hem. Ja. En de cijfercode, hè, die kan ook naar Jurre slaan. Hoor. Maar dat komt uit als je de getallen bij elkaar optelt, 23. We zoeken in het 23e seizoen de mol van 23. Ja, 2023, ja. Het is eigenlijk het 24e seizoen natuurlijk. Maar ja, die kan op allemaal slaan. Maar omdat we nou over Jurre aan het praten zijn, kan dit een verwijzing zijn. Nee, Jurre. Het is wel het 23e seizoen. Ja. Ja, het mol van seizoen 23. Het normale. De mol van seizoen 23, maar het is de 24e mol. Ja, klopt. Dat wilde je. Dan was er ook nog iets heel geks op Instagram. Jurre postte namelijk die foto dat hij een molafspraak had. En daaronder schreef hij, hallo, met wie spreek ik? Vraagteken. En Nabil zette eronder, hey Jurre, met Jurre. Ja, dat zou wel een geniale hint zijn. Ja, precies. Maar weten de afvallers al wie de mol is? Nee. Nee. Nou ja. Dat weet nog niemand. Dat weet Rick denk ik ook nog niet eens, 100%. Rick weet het wel. Ja, die ziet al. Eerste seizoen wou hij het niet weten, maar de rest van de seizoenen heeft hij gezegd dat hij het al is. Maar als Nabil hier zegt dat Jurre de mol is, dan is Nabil wel echt een heel groot stuk van zijn geld kwijt. Ja. Want daar krijgen ze natuurlijk een hele grote boete op. Ja, klopt. Aflevering... Kwam nou het Dolof? Ja. Oké. Okay. Ja. Aflevering 8. Nee, het Dolof. Nee, 7. Oh, de analoge test. Sorry. Ja, heeft Jurre daar nog iets gedaan? Ja, de cijfercombinatie van Jurre, als je die zijn eindtijd optelt, dan komt daar uit 24, mol 24ste seizoen. De mol van de 24ste mol. De 24ste mol, ah, ja. Ik was te laat. Al die complotten. Al die verbindingen. Maar die vond ik wel scherp, die vond ik scherp gevonden. Klopt. Want die tijd die hoeft niet te kloppen. Hè. Dit kan gewoon door de makers een tijd zijn die ze gewoon hebben bedacht. Ja. Zeker. Zullen we naar aflevering... Oh, wacht. Ik heb ook nog molzicht van aflevering 7. En daar heb ik 35% op Jurre. Zo. Niet lekker overtuigend. En Daniel 53. Dus dat is precies andersom. En nog iets anders. De Daniel, wanneer kwam Jurre terug? Oh nee, laat maar. Dat is 5e. Laat maar. We komen een beetje rond de afleveringen wanneer ik mijn tunnel heb gevonden. Aflevering 8. En dan beginnen we meteen met een mooie openingshint. Het molteken. Jurre haalt de envelop die hij heeft gekozen uit zijn achterzak om iets leuks te vertellen. Op de envelop staat natuurlijk een molteken. Wijst Jurre zichzelf aan als mol door dat velletje zo'n beetje voor zich hoofd te houden, zeg maar. Dat was trouwens bij de opdracht met het foto's maken in die safari jeeps. Eerder zegt Jurre nog in de aflevering tegen Soy, here we meet again. Dat zou misschien betekenen dat Jurre dan op dat moment Soy verdacht vond. Van,
we ontmoeten elkaar weer, want het was na zijn molafspraak. Waarin Jurre dus Soy heel graag de penningmeester wil laten worden. Om dichter bij de pot te komen. Nu is daar eigenlijk helemaal niks van gelukt, denk ik achteraf. Dus dat is een beetje een nadeeltje voor Jurre. Precies. Ja. Zou Jurre als mol zijnde de vrijstelling hebben gekozen? Ja, want er komt geen geld in de pot. Ja, maar je kan ook voor de envelop kiezen met 0 euro. Ja, maar dan... Nee, we gaan nou uit op dat Jurre de mol is. Dus dan vind ik dit wel een hele goede optie van een mol. Dat de mol gewoon voor de vrijstelling gaat. Het is natuurlijk wel zekerheid hè, dat er geen geld in de pot komt. Dus dan heb je gewoon zekerheid dat, als je de vrijstelling pakt. En ik denk dat het voor een mol ook gunstiger is om een finale vrijstelling te pakken en niet 0 euro. Want dan krijg je nog meer ogen naar je toe. Ja, oké. Ja. Nu heb je tenminste wel wat verdiend. Nu is het niet voor de groep, maar wel voor jezelf. Ja. Nu vond ik tijdens deze opdracht sowieso heel erg apart. Want hij was als enigste die een heel verhaaltje en een heel ding erachter had bedacht. Ja. Misschien had hij wel iets te goed voorbereid met iets te veel voorkennis misschien. Ja, en hij wachtte ook rustig tot iedereen de envelop had gepakt. En ook een slik momentje, en dat hoorde ik vanmiddag. De foto van de leeuw die hij heeft gemaakt stond als enige foto in het molboekje. Oh. Ja. Dat vind ik, dat zou wel mooi zijn. En als die is wel heel erg gekregen over een hint in het molboekje, dan is dat wel een goeie. Want waarom specifiek die leeuw, als er net al twijfels waren door professionele fotografen, dat die leeuw wel eens een foto is die gemaakt is, omdat de lichtval niet klopt met de bewerking wat Jurre heeft gedaan. Dat is een onmogelijke situatie. Nou ja, ik ben geen fotograaf. Ik geloof dit. Ik neem het maar gewoon aan. Ongeacht dat ik het ook wel eens was met die monteur, of hoe heet dat dan nou, die spraakherkenner. Ja. Dan dacht ik ook even van, oh, het zou toch niet? Maar uiteindelijk is dat ook niet gebleken. Dus het zou zomaar kunnen dat hij zijn gewoon de foto zelf heeft bewerkt. En dat hij daar de lichtval ook mee kon aanpassen, dat weet ik niet. Misschien is hij handig met editen. En dan vonden de makers leuk om die foto terug te laten komen, net als de maskerint. Maar het is wel toevallig. Zeker. Ja. Maar we hebben het over Jurre is de mol. Dus ja, dit kan wel een mooie hint zijn die de makers van tevoren al in hebben gedaan. Ja, en zoals Dinant zei, in het molboekje staat ongeveer dezelfde foto, toch? Ja, dat zei hij al, ja. De lezing game opdracht. Ja. Nee, daar waren we nog niet. Jurre heeft na de safari opdracht ineens een safari hoedje op. Tijdens de opdracht had hij dit niet. Konden de kandidaten tussendoor die hoed kopen? Of had Jurre al voorkennis en die hoed meegenomen? Dit heeft hij gewoon gekocht, Tim. En daarnaast heeft Jurre best wel op voorgrond van sleutelposities. Een ideale positie als mol. Okay. Ja. Het is een leuke verwijzing als hij dat heeft gekocht. Maar hij heeft het wel gekocht, daar verwacht ik gewoon. Op dat park, bij die safari park. Klopt. En dit is ook wel een beetje Jurre. Die houdt van die dingetjes. Die koopt daar gewoon. En het kan een heerlijke hint zijn. Zeker waar. Maar hij heeft het wel gekocht. Het is niet door de makers ingefluisterd of zo, denk ik. Nee, dat denk ik dan ook niet. Dit is Jurre zelf. De laser game? Ja, vuurproef. Ja. Wat moeten we daarover bespreken? Hier kan Tim heel veel over vertellen, want dat heeft ze de vorige keer. Ja, daar hebben we een goede discussie over gehad, inderdaad. Jurre verliest die tag. Ik zou niet weten, ik zit in een Jurre-tunnel op dit moment. Jurre verliest die tag. Die tag misschien mogelijk in zijn broek. Ik denk in zijn broek. Ja, Arjan denkt dat hij gewoon zijn kniebeschermer had. Hij heeft die in zijn broek gestopt. Maar goed, we blijven even bij Jurre is de mol. Dan is hij natuurlijk heel snel uit het spel. Daarna heeft hij niet zo heel veel meer gedaan. Ja, zoals Tim vorige week zei, hij geeft nog wel even van gooi die tags nou maar. Ja. Daar doet hij natuurlijk uiteindelijk ook niet zo heel veel verder mee. Want als er al 1 of 2 tags kwijt zijn van een bepaalde code, kan je die code natuurlijk nooit meer oplossen. Klopt. En om Tim zijn theorie te ontkrachten, Daniel vroeg ook van gooi die tags maar. Precies. De naam Daniel is gewoon gevallen. Nee, maar dit is ook omdat Tim vorige keer zei, dat was je erbij, Dinan. Een anti-molle actie van Jurre, maar dat klopt niet. Het was geen anti-molle actie van Jurre.
want ik heb dat terug zitten kijken. Daniel zei dit ook al van tevoren. Van gooi die caps maar. Dus ja, hij heeft daar van tevoren dat ook al aangegeven. Dus in principe kan het gewoon een heerlijke tactiek zijn. En Jurre vond ik een beetje ook verdacht in deze situatie. Hij probeerde de codes alleen maar op te schrijven. Daniel was hier super fanatiek en schreef alle codes op. En ja, Jurre kan hier makkelijk gewoon keihard gemold hebben. En geprobeerd, maar ja, wat moest hij doen? Een letter verkeerd opschrijven waar iedereen op stond? Dan wist iedereen zeker dat hij de mol was, dus dat kon hij niet doen. Nee. Dit was de enige manier om te kunnen mollen. En dat heeft hij goed gedaan. Een applausje voor Jurre. Mijn mol zegt 30% Jurre nu. Oké. Okay. Aflevering 9. Mol. Over die titel. Jurre was de enige die één keer verdacht werd door Daniel. Dus hij had maar één molafspraak. En Daniel had meerdere molafspraken. Ik wou net zeggen. Dus hij had één molafspraak. Hou nou eens op over die eentjes, man. Maar die eentjes zijn gewoon leuk. Ja, enig. Enig. Maar goed, in deze aflevering had ik heel veel leuke dingetjes naar Jurre. Zo heeft hij natuurlijk tijdens dat abseilen. Hij vond, met die testvragen wouden ze natuurlijk mensen sturen. Jurre die stond er een beetje naast. Ik stuur helemaal niemand, want die was sowieso al door natuurlijk naar de finale. Ja. Voor de anderen was dat heel belangrijk. Ik merk dat jullie allemaal een beetje erachter zitten. Jullie zijn helemaal klaar met de Jurre-hits volgens mij. Oh, nee hoor. Nee hoor. Ga lekker door. Zit in de Jurre-tunnel. Zometeen komt de beste tunnel. Nee, je zit in de Jurre-tunnel. Ja, we zitten in de Jurre-tunnel. Jurre-tunnel. Heet we ineens tunnel weer de podcast? Nee. Dan weer een soort en juist weer een goede hint naar Jurre. Maar ik ga toch even jullie geliefde Daniel erbij betrekken. Want Sorry is penningmeester en geeft het geld, de pot, aan Daniel, waardoor zou betekenen dat Soy, zo kom ik helemaal niet meer uit mijn woorden. Soy, dus Daniel. Die ontlet je. Soy vertrouwt Daniel dus en Jurre niet, waardoor er een grotere kans is dat Jurre dus weer de mol is. Ik weet niet of jullie nog wat leuks hebben om toe te voegen. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk alleen maar zelf aan het woord ben. Nee. Ik snap wat je bedoelt. Jurre kan in deze best wel een goede mol zijn. Ja. Zeker. Nu had hij natuurlijk ook tijdens de abseil opdracht dat hij zei Nabil 0 euro geen rood, terwijl dat wel rood had moeten zijn. Wel rood inderdaad. Dus dat is natuurlijk apart. Waarom zou je daar in mollen? Ja, om het verkeerde kistje te kiezen natuurlijk. Ja. Ik blijf toch echt bij de speedbootactie dat Jurre toch al die tassen en props die Daniel misschien door heeft gegeven, allemaal lekker over de boot heeft gegooid. Ja. Was ook de beste molplekken. Ja. Achterin is de beste molplek. Als je het zo bekijkt, is dat gewoon de beste molplek. Iedereen, elke mol wil achterin zitten, want dan kan je lekker net als Jan Versteeg, die zat ook achter in de trein. Met de dozen eruit de trein gooien. Ja. Dat was eigenlijk een beetje dezelfde situatie. Zeker. Dus ja, zeker. De beste positie is de achterin. En je hoeft maar van elke outfit één ding weg te gooien en dan is er al geen 2500 euro verdiend. Ja, en vooral die blauwe tas, die was geliefd, hè, want die had al 3 foto's uitgeschakeld. Dus in principe, ja, hij heeft die blauwe tas nou eenmaal overboord laten vallen, want hij keek hem nog na zelfs. Ja. Mm-hmm. En dan nog erbij, op de berg gaf hij een knikje toen Soy naar beneden ging en dat hij even schudde met zijn hoofd. Daar vond ik wel een verdacht stukje. Was door Vilmeloot ook opgevallen. Klopt. Ja, en daar denk ik ook wel eens, daar kan hij wel eens weer een aanwijzing geven, zoals Jurre al de hele tijd is. Ja. En volgens mij, voor mijn gevoel bij afvallers, toen hij over die brug, weet ik veel, voordat Soy wegging, of dat hij zelf wegging bij die plek, gaf hij ook, keek hij recht in de camera. Misschien nog een poging gedaan, maar dat denk ik. Ja, en met de afvaller, volgens mij was hij de afvaller aan het knuffelen en toen deed hij een knipoog richting de camera. Ja. Bij Sander, volgens mij. Van hem dit seizoen. Ja. Mooie telefoon, hè? De telefoon nog? Ja, dat hij aan het eind zegt, de mol zegt, of praat ik tegen mezelf dat hij ja zegt. Die bedoel je, denk ik. Ja, zeker die.
andere mooie afsluitende hint, die heb ik ook in de normale... Ja, word je nog gebeld door Jurre misschien? Nou, eigenlijk wel, toevallig. Nee, op een gegeven moment zijn de finalisten bekend en proosten ze nog even. En toen vraagt Jurre, wie is jullie winnende finalist? En hierin doet hij zelf iets heel geks. Hij zegt namelijk dat Daniel het winnende finalist is, waardoor je dus eigenlijk ook zegt, Renomi is de mol, of ik zelf ben de mol, omdat Daniel op Jurre zit. Dus het is heel gek wat hij hier zo doet, want eigenlijk zegt hij, Jurre zit goed, dus ik ben de mol. Heel apart wat hij daar doet. Ja, vond ik ook heel apart, inderdaad. Goeie dat je dat zegt. Volgens mij waren ze dat wel. Dat was hem. Top. Nou, dit was het dan weer. Voor deze podcast. Voor deze Jurre Tunnel podcast. Ben je benieuwd naar de hints naar Ranomi, de anti-molacties en de molacties naar Ranomi en naar Daniel? Luister dan vooral de andere podcasten die ook online staan op Spotify. En mocht je benieuwd zijn naar hints en theorieën uit aflevering 9 van Wie is de Mol, dan kun je die losse podcast ook luisteren. Voor nu bedankt weer voor het luisteren. En dan horen jullie ons de volgende keer weer. Laters. Houdoe.